Deze boeren waren vandaag aan het hooien op hun weilanden. En dat is een veilige keuze, want er zitten wat buien aan te komen. Maar het is even de vraag waar de meeste buien gaan vallen en ook hoe zwaar die buien vervolgens gaan uitpakken. Als we even door het weer van deze zondag heen lopen, dan valt op dat we aan het begin van deze zondag eigenlijk nog met vrij veel bewolking te maken hadden. En dat heeft natuurlijk ook zijn impact gehad op het oplopen van de temperatuur. Vanochtend vroeg over een groot deel van het land nog vrij uitgestrekte wolkenvelden. En in de loop van de dag brak die bewolking wel steeds meer open, kwam er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. En zodra dat gebeurde, kon de temperatuur natuurlijk een sprong omhoog gaan maken. En als we dan even die temperaturen bijpakken, ongeveer op het moment van deze opname, 14:15 'smiddags, dan zien we dat in het binnenland de temperatuur al wel boven 20 graden is uitgekomen. Maar dat vooral in de kustgebieden op de Waddeneilanden, dat de temperatuur daar behoorlijk achterbleef, maximaal 15 graden. Maar die temperatuur in het binnenland is ook nog niet genoeg voor de vorming van die zware regen- en onweersbuien. En daarvoor maken we gebruik van de zogeheten convectietemperatuur. Dat is eigenlijk een soort minimumtemperatuur om een zetje te geven voor die vorming van zware regen- en onweersbuien. Je kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met een oven. Als je een cake in een oven schuift die niet heet genoeg is, dan komt die er natuurlijk niet gaar uit. Dus die temperatuur is wel een soort graadmeter van of we die buien wel of niet kunnen gaan krijgen en ook hoe waar ze dan daadwerkelijk uitpakken. Nou, ongeveer 26 graden dus, die convectietemperatuur vandaag. En als we dan even naar de berekening van het Nederlandse Harmonie-weermodel gaan kijken, een beetje eind van de middag, begin van de avond, rond een uurtje of vier, dan valt op dat dit weermodel berekent dat we in het oosten van het land dan rond die 25 graden zitten. Dus wel net iets onder die convectietemperatuur. Als we dan even gaan kijken hoe aan het einde van de dag die buien tot ontwikkeling komen, valt op dat in Duitsland de temperatuur wat hoger ligt. Dus dat die buien daar wel tot ontwikkeling komen. En vervolgens vooral over het oosten en noordoosten van Nederland trekken. En dan in de loop van maandag het noorden van het land verlaten. En dan zitten we nog in die warme luchtsoort, kan de temperatuur weer boven die 20 graden gaan uitkomen. Nou, hoeveel neerslag berekent dit weermodel dan? Die zwaarste buien, omdat ze vrij traag trekken en de luchtvochtigheid ook behoorlijk hoog was, kunnen ze veel regenwater loslaten met mogelijk lokale wateroverlast tot gevolg. Nou, die buien ontstaan dus aan het einde van de dag boven Duitsland, omdat daar die convectietemperatuur wel wordt gehaald. We zien dan ook de hoogste neerslagsommen hier boven Noord-Rijn-Westfalen. Daar kan het lokaal tot meer dan 50 mm regenwater komen. Maar als we dan even binnen onze eigen landsgrenzen gaan kijken, valt op dat de neerslaghoeveelheden in dit weermodel in vergelijking met de voorgaande runs eigenlijk een stukje lager uitvallen. Lokaal nog steeds wel een stevige bui, maar we komen eigenlijk niet of nauwelijks meer boven die 10 of 20 mm uit. Dit is een hoge resolutie weermodel, een Nederlands weermodel, maar we maken hier in de Weerkamer ook nog gebruik van zijn Duitse tegenhanger, het Icon D2 weermodel. En als we die er even naast gaan leggen om te vergelijken hoe de buien in dat model berekend worden, zien we hier ook nog die wolkenvelden terugkomen, ook gebieden met ruimte voor de zon. Rond een uurtje of zes vanavond. En dan zien we ook boven Duitsland die eerste buien tot ontwikkeling komen. En die trekken dan voornamelijk over het oosten van het land richting het noordoosten. Met het zwaartepunt echt boven het noorden van het land. Maar deze buien pakken iets zwaarder uit, minder zwaar uit, in vergelijking met het Nederlandse weermodel. En als we dan even die neerslagsom erbij gaan pakken, dan valt ook heel goed op dat deze buien minder zwaar worden berekend. Die neerslagsommen van 50 mm in Duitsland, die zien we al niet meer terugkomen. Maar deze buien pakken in het noorden van Nederland wel een klein stukje zwaarder uit. En daar gaan de uitschieters wel naar 20 tot 30 mm. Nou, dat is over die buien van zondagavond. Vooral dus in het oosten en noorden van het land. Maar wat gaat er dan daarna gebeuren? Wat gaat er de komende week volgen na die buiigheid? Pak ik hem even op bij dinsdag, want ten westen van Ierland ligt een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied gaat weer een uitloper creëren richting Nederland. En dat zorgt ervoor dat we dinsdag tijdelijk met een noordenwind te maken krijgen. Dus dat we opnieuw op de dinsdag met een temperatuurdipje te maken krijgen.
En die uitloper gaat vervolgens zich verder uitbreiden in oostelijke richting. Dan raken we die noordenwind weer kwijt en komt daar een noordoostelijke tot oostelijke stroming voor in de plaats. Dus later in de week gaat de temperatuur geleidelijk weer oplopen. En als we dan even op vrijdag kijken, dan zien we dat die uitloper zich verder in de oostelijke richting heeft uitgestrekt. En onder die vleugels van die hoge drukinvloeden is de kans op neerslag ook heel erg klein. Dus we hebben eigenlijk na die buien van zondag, lokaal op maandag nog een paar buien, een hele mooie lenteweek voor de boeg, met dan dus vrijwel geen kans meer op buien. Als we dan even als laatste de temperatuurpluimen nog bijpakken, valt op dat we dat warme weer achter ons laten. Op dinsdag en ook op woensdag nog wel een dipje van de temperatuur. Vooral op dinsdag is het echt wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. 14 graden in het noorden, maar 18 graden in het zuiden van het land. Maar daarna gaat het geleidelijk weer opwarmen. En als we dan even kijken naar het Pinksterweekend, dan komen de uitschieters in deze temperatuurpluim zelfs boven 25 graden uit. Dus dan kunnen we mogelijk weer een paar van die warme dagen krijgen. Zondagavond dus lokaal een zware onweersbui en daarna geleidelijk de overgang naar stabiel en droog voorjaarsweer.